Kenny van der Weg, als ik zo de training eens bekijk, dan zit er in ieder geval een basisplaats voor jou in tegen PSV. Het is nog niet 100% zeker, maar wat je zegt op basis van de training ziet het er wel zo uit. Dat is lekker hè, weer een kans krijgen om in de basis te starten. Ja, zeker weten. Het is altijd lekker om te voetballen. Het is beter dan wat je zegt op de bank zitten. Elk voetballer wil voetballen, dus... NAC speelde een dramatische wedstrijd tegen RKC Waalwijk. Heb je daar je basisplaats aan te danken, denk je? Ik denk wel dat ik mee heb gespeeld. Ik was al een paar keer goed ingevallen. Ik doe mijn best op de trainingen. En uiteindelijk denk ik wel dat ik allemaal mee heb gespeeld. En volgens mij ben je niet de enige wijziging. Hè? Als ik zo de trainingen bekeek, bijvoorbeeld Perica in de spits. Verbeek naast het elftal, tenminste bij de reserves. Dus ja, de trainer die is wel bezig zeg maar, om even wat je oren op zaken te stellen, heb ik het idee. Het zijn natuurlijk wel telkens wisselingen. Het is, voor ons is ook nog, zijn we ook nog benieuwd wie er gaat spelen. En ja, op basis van deze training zijn er wat dingen die we aan het uitproberen zijn. Maar ik kan niet echt nu zeggen of definitief iedereen gewisseld wordt. Wat vond jij eigenlijk van die wedstrijd tegen RKC? Het was niet een goede wedstrijd. Het was een hele slechte wedstrijd. Maar ja, ik snap de mensen dat ze boos zijn. En wij zijn er zelf ook heel boos over. Ik kan wel zeggen, het ligt aan de instelling. Misschien leek het ook wel zo, maar ik denk niet dat dat het geval is. Ik denk dat we gewoon 100% voor elke wedstrijd gaan. En dat was ook tegen de wedstrijd tegen RKC. En ja, nu omdat het allemaal niet mee zat en hun scoren 3 keer, pakt het allemaal niet goed uit. Dus lijkt het met andere dingen te maken hebben, maar dat denk ik niet. Gelukkig kan je in het voetbal snel revancheren. Zondag tegen PSV. Hoe denk je over die wedstrijd? Is de Eindhovense ploeg te pakken? Je hebt al eerder kunnen zien dat Roda 2 keer van PSV heeft gewonnen. En Zwolle speelt er ook gelijk. Ik denk niet dat we kansloos zijn. Ik denk dat we juist een hele goede kans maken thuis. En waar zijn dan de zwakke punten van PSV waar NAC het van kan hebben? Ik denk dat we sowieso het thuisvoordeel hebben. En als we eenmaal gaan voetballen, hebben we een hele goede ploeg. En je ziet het bij PSV achterin. Heel de selectie, als het even niet draait, dan zie je dat de kansen liggen. En ik hoop dat die zondag er ook liggen. En dan ga ik wel vanuit. Het is ook een jonge ploeg, hè? Ja, dat ook. En dan kan het wel eens af en toe wisselvallig zijn natuurlijk.